Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Geef me alvast een duimpje omhoog en veel plezier met kijken. Hallo, vandaag gaan wij eigenlijk shoppen voor Kindertjesdag. Dan mag ik nog een setje. En jullie hebben denk ik van vorig jaar nog wel de vlog gezien. Kindertjesdag toen we op een boot zaten. En vandaag mag ik dus een setje gaan uitzoeken voor Kindertjesdag. Dus bij een ruitersportzaak. Ik heb er zin in. Yay! Ik wacht voor Kindertjesdag en even een setje uitkiezen. Ik heb al deze uitgekozen en ik ben het nog niet helemaal zeker. Nou, succes! We gaan deze gaan passen. Live, love, ride. Live, love, ride staat er trouwens. Live, niet live. Nee, er staat live. Live, ja. In Engels wordt dat seks slechter, jongens. Ik ga deze ook passen en ik vind hem zelf heel erg leuk. Door hier een beetje de streepjes. En dit is gewoon Ster en Bella in één. Een beetje diva gedrag van Bella. De bloemetjes en dan het uiterlijk van Ster. Hoi! Tada! Ik denk dat deze het wel wordt. Ja? Ja, hij is echt leuk. Nou, mooi. Ops, nu nog een rijbroek. Zie je niks meer. Ik ben Rebecca en ik ga op buitenrit. Ga goed. Wat ben je nou aan het doen dan? Je gaat ook niet zo flexibel. Nee, dat is waar. Ik ben niet zo flexibel. Zo. Ze zit hoor. Ja, ik heb wel altijd een cap op, hè? Dit is mijn cap. Oh, is jouw cap. Ik ga even de vlogcamera pakken. En dat kan niet, want die heb ik hier in mijn handen. Maar een dekje hebben we gevonden met een zakje. Ja. En ik zit nu elke keer te klooien met die vlogcamera. Ik doe hem aan mijn riem. Maar hoe handig is het als je gewoon een tasje mee kan nemen en aan zijn je paard. Er zijn er twee, dus als we vandaag op buitenrit gaan, dan kunnen we ook nog eten meenemen. Nou, ik hoef geen eten mee te nemen, maar ik kan wel water erin doen of een vliegenspray. Dat is echt handig. Ja. Dus ik heb een dekje. Ja, die moet wel. Of wacht het eens. Dus ik ga dit, dus ik neem dit dekje. Ja. En dan kunnen wij op buitenrit. Ja. Zo, we gaan nu naar de volgende ruitersportzaak, omdat we nog wat dingetjes missen. Maar ik heb ook een boek gekocht van een schrijver waar ik heel erg fan van ben. En in ja, zulke boeken komen ook allemaal andere paarden voor die in andere delen zijn. Dat is hartstikke leuk. En dan komt meestal wat midden komt, was het spannende. En nu ben ik het spannende aan het lezen. En dit gaat over de zoektocht van Pico. Misschien kun je beter bij het begin beginnen. Bij het begin? Oh ja. Nou, het begon met Pico's Appaloosa. Je kent al het boek, of niet? Ja. Dus je hebt een boek gekocht dat je al kent? Nee, nou, ik ben hem pas op de iets meer dan de helft. Nee, iets minder dan de helft. Heb je het op school gelezen? Ja. Ah. Nou, het begon eigenlijk met Pico was een lelijke pony omdat hij in Appaloosa was. Toen ging hij naar de markt toe. Daar bleef hij echt heel de dag staan. In de avond was hij daar steeds aan het eten en de zwarte zou weggaan. Moeten jullie maar zelf hem lezen om eigenlijk ja, het verder te weten. Dit is het boek. Ja, ik sta goed in beeld. We hebben weer wat spulletjes gekocht. Nou, om mijn setje af te maken heb ik een hele mooie broek. En ja, ik ben er super blij mee. Dan hebben we, want jullie hebben denk ik nog wel gezien dat ik heel blij was met mijn nieuwe tas. Ik heb daarvan ook een hooinet. Wat zit je lekker. Goed gedaan, ja, kom weer door. Ja, ik heb een hooinet. Dan heeft mijn moeder een heel leuk t-shirtje gekocht. Dit is van een nieuwe collectie en dit is dan ja, winter. En ze zei daarna, ik snel weer uit, want hij is veel te warm. En dan heeft mijn moeder ook nog deze gekocht. Is ook heel leuk. Dan, jullie hebben net al mooi net gezien. Daar was ik al verliefd op en toen zag ik deze. Ook heel leuk. En dan deze is ook gevoerd, zo met dat
Even vertellen wat het is, denk ik. Dit is een zacht spul. Nee, oh, en dit is een zadelmoes. Ja, precies dat. Ah. Zo blijft je zadel extra goed. Dan hebben we ook nog meer spulletjes. Dat pak maar uit mijn tas. Nee, niet in die. Dan hebben we... Is het erg warm? Ja, dat ook. Twee sponsen. En deze, daar is het lucht uitgehaald. En als je die dan in het water doet, dan zijn ze ineens heel groot. Een blauwe voor mijn moeder en een roze voor mij. Roze elastiekjes, omdat ik morgen wedstrijd heb. Dan hebben we nog hartjesborstel, dat je met liefde kan poetsen. Want er staat wel een hartje op, hè. Dan hebben we een beetje raar zweetmes, maar hij is handig, denk ik. Dat doet me denken aan een ruitenwisser. Zo. Je hebt de ramen mee, precies. Dan heb ik een nieuwe hoevenkrabber. Oh, er zit een plasticje omheen. Dat vind ik altijd zo leuk om af te halen. Ja, gelukt. Dan heb ik nog, ja, stoutmuffins. Maar als je pony dan braaf is, dan mag ze wel. Ook nog roze strik. Ook nog roze strikjes. Heb ik ook nog hele kleine snoepjes. Van als ik bijvoorbeeld bezig ben met vrijdressuur, dan kan ik makkelijker gewoon een klein snoepje geven. Dan heb ik ook nog armbandjes. Die zijn heel leuk. Ik ga even omdoen. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ook nog een ouderwets zweetmes. En nog een ander soort stoepje. Die vind ik ook lekker. En we hebben ook gewone paardensnoepies. Ja, dat was het dan. Oh ja, en ik heb net over. Oh. Ja, ik heb net al over het boek verteld. En ja, dat was het wel. Ik, dit moeten jullie even zien. Oké, perfect. Nou, wat als die en die een setje, maar oh, ik denk dat het nu belangrijk is om het even op te ruimen. Ik ben vergeten deze, maar dit hebben we ook nog. En dit is voor de nieuwe trailer en dan kunnen we de paard makkelijker vastmaken. Ik had het geniale idee om het spul dat we ooit in Italië gekocht hebben tegen muggen en zo, om dat in de auto op te sprayen, zodat je de vliegen die in de auto zouden willen gaan, dat niet meer durven. Maar we stikten bijna, dus toen moest even de deuren open. Het spul is ook in Nederland natuurlijk niet verkrijgbaar, want het zal vast wel weer iets in zitten wat niet mag. Maar goed, ik heb inmiddels zoveel plekken op mijn armen met, kan het zien? Weet ik niet. Even kijken of ik een lichtje kan krijgen. Hier allemaal van die dazen dingen. Doet echt zeer. Ja, want wij gaan vandaag op buitenrit. Dank je. En ja, we nemen ook de GoPro mee. Ja, dan kan deze even hier blijven. Dat is wel makkelijker. Dus ik laat deze denk ik maar in de auto. Ja. Doei. We zijn nu op buitenrit en we gaan nu even naar het Turfmeer. Dan gaan we even kijken of naar Broekpolder gaan. Ja of nee? Want we kennen daar de weg niet zo goed. En anders hebben we altijd nog Google Maps. Dat is waar, maar dat is een beetje lastig als ik ook nog op paarden en kinderen moet letten. Dinsdag, ga je doen? Ik ga de springles. Bij? Tevens. Nou, hop, hop dan maar. Ik heb nog maar een paar minuten om los te rijden. Ja, en ik ga met het super grote krukje opstappen. Nou, succes denk ik. Ik denk dat je ook nog poep moet scheppen.
makkelijk. Wel eens een beetje frisjes, want die is een dag vrij geweest extra, omdat ze vrij moe was van die lange buitenrit. En nu dacht ze, ik ga galopperen, dus nu moet ze ook gewoon galopperen. Ze zit wel netjes in een goede galop, dus dat is netjes. Gaat ook steeds beter. En lekker rijden, zo meteen naar springles. Dit is een mooie ritme. Niet harder dan dit. Hou iets tegen. Hey, dat voelde lekker, hè? Maar je laat het gelijk in de goede galop. Ja, wenden, wenden. Heel goed. Kun je iets tegenhouden? Dat is goed. Dan gaat hij ook mooi springen. Vergeleken met net. Zie je dat? Ja, 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 zeker. Netjes. Hij gaat zelfs jammer. En ze blijf zitten op je kontje. Dat is goed. Iets te groot. Daar sturen, sturen. Ik weet wel dat ze daar overheen moet. Dit ritme is super! Hou je het tegen? Dat is goed. Zo ja, en kijken waar je heen gaat al. En gelijk sturen, neem hem mooi mee. Dat is goed. Zo ja, en hou het tegen, niet harder dan dit. Niet harder. Hou het tegen. Zo ja, dat is mooi. En sturen, sturen. Sturen. Zo ja. Dat is mooi gereden. Dat voelt fijn, hè? Ja. Zo, buitenritje met Verona gemaakt alleen. Het viel echt niet mee. Heel wat momentjes gehad. Veel keren, veel staken, veel weigeren. Ja, ze weet natuurlijk wat er gaat gebeuren en daar heeft ze eigenlijk niet zoveel zin in. Ik moet wel zeggen dat ik heel veel momenten gehad had van... Maar ja, goed, ik moet ook niet vergeten dat voor kort ik er helemaal niet mee naar buiten kon. Dus dan moet ik ook niet mopperen dat het niet altijd even makkelijk gaat. Volgens mij komt Tessa daar aanlopen. Daar. Hi Tess! Ik ben ook veel te laat, omdat ik er dan doorheen wil drukken en toch gewoon het af wil maken. Ja, het is inmiddels 7 uur en heeft iedereen honger. Maar ja, goed, zo gaan die dingen. Ik heb wel mijn coole dekje. Kijk. Met zadeltassen. Even kijken wat Tess te zeggen heeft. Christine staat de trailer te bewonderen. Ik was net te laat met filmen, maar ze stond vol. Weet ik niet. Verbazing, denk ik, stond ze naar de trailer te kijken. Nee, van te genieten. Oh, van te genieten zelfs. Eigenlijk stond ik te denken, wat groeien die meiden toch hard. Ja, dat is waar. Zeker. Kijk maar, dames en heren. Hier heeft Kim gewoon nog een beugel. Die heeft ze al niet meer. En hier is Tess echt nog wel een meisje. Ja, precies. Echt een kleine meisje. Ja, en die begint toch echt wel een tiener te worden. Maar ja, hij blijft natuurlijk ook gewoon gaaf. Ja, dat is het. We zijn weer bij Frank. Tadaa. En... vandaag zijn we een beetje vroeg. Dus nu hadden we bedacht dat we de auto uitzetten. Want anders dan kost dat weer diesel en zo. En nu gaan we op de plankjes eten. Ja, ik ga me wel even inspuiten voordat ik ga eten. Kijk, dit is Italiaanse iets. Autan. Niet te koop in Nederland. Ik denk dat de ingrediënten hier niet conform de veiligheidsnormen zijn. Maar dit werkt goed, jongens. Dus ik ga me even insprayen. Kijk, zo ziet het er bij mij uit. Ik zit hier met mijn zonnebril op. En dan is het net zomer. En dat is het helemaal niet. Want zonder ziet het er toch anders uit. Kijk. Tadaa. Het is ook best fris. Zomer. Fris. Zo ja.
Zo mooi aan het bit blijven rijden. Dan mag je zo je eigen ritje rijden, hè? Probeer hem zomaar mooi aan het bit te blijven rijden. Doen we direct nog een keertje en dan gaan we een overgang maken naar het halt houden op de middellijn ergens. Ja? Als je dat doet, geef je hem een korte beenhulp, hè? Ja. Dat mag hij niet. Zo, ja. Netjes, oma. Nou, rechts voor een klein voetje bijzetten. Hou maar staan. Voel dat hij lekker ontspant in de hand. Ja, dus de houding heb je al. Hij geeft nog een beetje. Nou is beter. Goed zo. Als hij licht genoeg is, mag je wegdraven. Recht op je pony zitten. Je zakt er naar rechts af nou. Ja. Staat hij ook. Oh, doet hij dat. Ja, kop omlaag. Kijk maar. Ja. Belonen. Netjes. Heb je nog vragen? Eigenlijk niet. Niet? Of opmerkingen, discussiepunten. Ja, kan, hè. Moet op tafel gooien, hè. Ik zie je hersenen werken, dus er komt misschien iets. Nee. Nou, het gaat wel lekker, vind ik. Toch? Ja. Ik vind dat je steeds fijner aan dit gaat lopen, steeds constanter. Stabiel, met een heel ingewikkeld woord. Mooi stabiel. Ja. Dus, ik zou zeggen, ga zo door. Ja, dat zal ik zeker doen. Goed zo. En ik ga binnenkort gewoon weer een wedstrijd rijden, kijken of ik dan geen ene rij. Nou, je hebt één voordeel, je kunt niet lager. Nee, dat maar is ik zou het gewoon als een 10 zien, hoor. Er staat 1-0. Ja. Ik zou een cirkeltje eromheen zetten en er wordt mooi een 10 van. Ja. De 1 was wel erg weinig. En dan met de KNS sturen dat ze verkeerd hebben geteld. Oh ja, inderdaad. En dan 10 punten erbij krijgen. Ja. Goed. Lekker op adem stappen. Ja. Mag jij uitrusten? Ja, ik ben ook best warm. Ja, dat zal best. En hoe is het met u? Goed. Ja? Hij ziet er weer chic uit. Dank je. Hartstikke mooi ingevlochten. Alles in het roze. Zelfs de elastiekjes. Ja, en het frontriempje en de chabrak, ja, daar is over nagedacht, hè. Misschien kun je nog vertellen dat je op Paleis uitgenodigd bent. Oh, ik ben op Paleis Noordeinde uitgenodigd. Je meent het niet. Moet je een demonstratie geven daar aan de kinderen van Maxima? Nee. Een instaalbalk. Een? Instaalbalk. Dat wil zeggen? Weet jij ook niet. Eerste rondje lekker stappen. Kijken dat je daar nog kan. Zonder uitoeslag te komen. En vooral daarachter is het een beetje moeilijk, hè? Daar waait het allemaal een beetje. Die maaiers is wat hoger, dat vinden ze een beetje eng. Sorry? Ja, dus als je uitzwaait moet je niet proberen aan te galopperen. Niet erg. Maar ietsje langer blijven galopperen als je fout zit. Ja. Anders dan stopt hij nou te snel zelf. Dan voelt hij. En nou linkerbeen, links. Goed gedaan, goed gecorrigeerd. Maar heel even galopperen. Niet te streng terugnemen. Zo ja, goed gedaan. Geef niks. Zo ja. Eventjes blijven draven, niet galopperen. Dat hij de volte niet uitzwaait daar. Hè? Dat hij de volte niet uitzwaait. Zo ja, goed gereden. Nou, het was extra moeilijk, want die paarden worden losgelaten met die veulens om de concentratie erbij te houden. En als je dan galoppeert, dan hoef je niet harder te gaan, maar dan vind ik dat tempo prima is wat hij heeft. Gaat je op niks te hard, maar dan wel proberen dat je er niet uitvalt. Ja. Ja, en als je dan denkt, nou zit hij er lang genoeg in en hij wil er ook niet uitvallen, dan zeg jij, nou gaan we draven en nou belonen we. En dan heb je wat geleerd en dat is de enige manier om het hem te leren. Ja, het zou niet goed zijn als je heel boos zou worden. Maar dat werd je niet, je werd ook niet ongeduldig. Misschien van binnen wel een beetje, maar ik kon het niet zien. Een beetje boos geworden. Ja, anders had ik die tikken niet. Ja, maar die tik had hij daar nodig omdat hij de baan niet inging. Ja? Als je zo boos wordt, vind ik het ook niet erg. Snap je wat ik bedoel of niet? Ja. Goed zo. Vandaag is oefendag. We hebben toch de tijd. Het is bijna zomervakantie. Dus vandaag gaat Henja zonder lijntje de trailer in.
En Kim heeft geduld, dus dat komt goed. Tess had vandaag ook veel geduld, dus dat komt ook goed. Deze goed. En jij denkt, je zoekt het maar uit. Goed zo. Zo, we zijn weer terug uit het Teteringse Brabant. En even spulletjes uitladen. Paardjes uitladen. En dan mogen de kindertjes en de paardjes lekker naar bed. Ze zijn natuurlijk heel moe van die zware training. Christine die rent gewoon weg. De oh, ze moet de auto tassen. Rennen dan. Jij, jouw leven is, dat weet je, mij uit shit helpen. Oh ja. Dat was hem. Helaas. Donderdag vandaag en met mijn telefoon, want allebei de camera's zijn leeg. Ja, slechte zaak, ik weet het. We gaan met de trailer naar het strand. En samen met Margriet en Famke. Ja, spannend, ook leuk. En... daar komt Monique aangewandeld. Kijk maar. Ik weet niet precies. Ze is heel enthousiast. Misschien gaat ze wat leuks vertellen. We zijn aangekomen in Hoek van Holland. Kijk, daar is Margriet. Ergens. Even kijken of ik Margriet kan vinden, jongens. Ja, daar is ze. Ik heb haar gevonden. Ik heb alleen mijn telefoon bij me. Dus we doen het er maar even mee. En we gaan even op het strand kijken. De vorige keer was niet het aller doorslaande succes. Maar... wie weet, veranderen dingen. Oké, okay, we hebben het gered, nog niet. Vraag niet hoe, we hebben het gered. Het was een hele onderneming. Kijk, ik kan wisselen. Het was echt een dingetje. We hebben er heel lang over gedaan. Ik ben blij dat ik er nog op zit. Ik ben blij dat we allebei nog in goede staat zijn, laten we het zo maar zeggen. Maar we zijn uiteindelijk toch op het strand. Duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer zeker hier beneden op ons kanaal. Dat kan je doen om op de rode knop te klikken. En als je echt niks van ons wil missen, kan je ook nog op het belletje klikken. Nou, en tot de volgende keer. Doeg!